Ook Colin heeft een missie de komende weken. Ik doe mee omdat ik wil laten zien dat ondanks mijn situatie heel positief naar het leven kan kijken. Hallo, Ricardo. Vannacht heb ik niet echt kunnen slapen, omdat... Ja, spanning er toch wel. Da-da-da-da. Hallo. Hoi. Gegroet. Ricardo, aangenaam. Colin, aangenaam. Ja, sorry, ik kan je al niets doen. Nee, geen probleem. Ik wou hem eigenlijk een hand geven, maar ik was me niet van bewust dat hij mij geen hand kon geven. Ja, als hij heel veel geduld heeft natuurlijk, dan zal ik hem uiteindelijk wel een hand schudden. Wat kan je dan, man? Zullen we drinken? Een glaasje water? Een glaasje water. Ja, zelfservice. Als je op mij gaat wachten, dan... Geen probleem. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ja? Ja. Ja, dan moet je even zitten of zo. Is goed. Vertel eens wat over jezelf. Ik ben Ricardo, 28 jaar, kom uit Leeuwarden. Ik boks al 14 jaar. Wauw, fit. En ik ben ook bezig met wedstrijden. Ja, en ik kickboks ook. Dus, boksen en kickboksen? Ja. Doe maar. Ah, ik ben zelf ook natuurlijk sportman geweest, voor mijn ongeluk. En ja, dat spreekt me mij heel erg aan. Ja, ik ben dus Colin, ja. 36 jaar. Ik heb in 2004 heb ik een auto-ongeluk gehad, waardoor ik dus in deze stoel ben beland. Ik heb een hoge dwarslesie. Maar ja, ik denk het heel moeilijk voor hem is geweest. En vooral omdat hij daarvoor alles kon en niet dat hij zo is geboren. Tijd voor een rondleiding. Colin begint in de master bedroom. Master bedroom. This is where all the magic happens. Oké. Magic die daar op dit moment gebeurt. Ja, daar kan ik me niet over uitlaten.